Hallo, met Hendrik Jan. Hallo, met Anita Jordaan. Oh, u belt voor de vacature handdoeksnuiver. Ja, daar heb ik voor gesolliciteerd. Wanneer kan ik beginnen? Oh, ja, dat is heel erg spijtig, want we hebben net iemand aangenomen uit Polen. Oh, dat is nou jammer. Ik had me er zo op verheugd. Maar bedankt voor uw interesse. Fijne dag, mevrouw. Daar. Ik stond weer op, zoals elke morgen. Nog steeds geen baan, zoveel zorgen. Want het liep volkomen mis, iets met faillissement. Tja, dat heb je in die business. Hey, met Jeffrey. Hallo, met Anita Jordaan. Hè? Met wie? Ja, met Anita. Ik had u gisteren al aan de lijn. Bent u aan het lijnen dan? Geen Jenny, hoe is het? Ja, dat hangt er natuurlijk vanaf. Ai, ja, we hebben u helaas afgewezen vanwege een jong ding wat die kwam. Ja, het scheelt weer in de beurs, hè? Ja, ja, ik weet wel weer hoe laat het is. Daag. Houdoe. Ik word zo moe van de zorgen. En heb ik nog wel een uitkering morgen? Zelfs geen supermarkt of handdoeksnuifpraktijken. Wat zal ik met mijn billetjes nog bereiken? Hallo, met Patrick van familiepark Drievliet. Hey, met Anita Jordaan. U zou me nog terugbellen, hè? Ja, dat wou ik net doen na de lunch. Maar het is 3:30. En wat wilde u mij dan vertellen, hè? Ja, dan moet ik u laat meedelen. Al onze toiletten zijn net geautomatiseerd, dus we hebben eigenlijk niemand meer nodig. Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik word er behoorlijk verdrietig van, hoor. Oké, ja, dag. Fijne dag nog. Nou ja, hallo? Nee, nou ja, ze, ik vind dit nergens op slaan. Dat is toch gewoon asociaal? En dan zit ik in de shit. Oh nee, dat nog niet eens. Was het maar zo'n feest. Mijn carrière is er geweest.